Breda Nu. Je weet het meteen. Meer dan 70 NAC Oldstars namen deel aan de reanimatie AED-cursus. In een academy gaan instructeurs van Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda aan de slag met de 60-plussers. Tijdens de cursus leren zij in enkele uren alle benodigde stappen die ze moeten ondernemen bij reanimatie en het gebruik van de AED. Ja, we hebben vandaag de NAC Oldstars uitgenodigd. Er zijn in totaal 80 Oldstars die elke week voetballen bij ons. Dus die doen wandelvoetbal. En we hebben vandaag de helft van de groep uitgenodigd om een AED-cursus aan te leren. Omdat we het belangrijk vinden eigenlijk dat de veiligheid op het veld ook gewaarborgd blijft. De trainers hebben een cursus. Maar ja, met deze grote doelgroep die alleen maar blijft groeien, willen we op deze manier een steentje bijdragen. En daarnaast natuurlijk extra burgerhulpverleners te leveren. Vanmiddag hebben we hier een cursus reanimeren. En op een initiatief ook van NAC. Heel goed initiatief natuurlijk. Kijk, we zijn natuurlijk ook allemaal een beetje op leeftijd. En het is alleen maar prettig als iedereen ook weet hoe hij moet handelen als iemand een hartstilstand gaat krijgen. Dus, En wat is een beetje de gemiddelde leeftijd van de mensen, de cursisten vandaag? Van de cursisten is, ik denk, de jongste zal ongeveer 60 zijn. En de oudste zal ergens tegen de 79, 80 zijn. Ja. Stop reanimatie. Ja, er wordt dus verteld van wat moet er gebeuren als iemand een hartstilstand heeft. Dus ze leren alle vaardigheden van begin tot het eind natuurlijk, dus tot het bellen van een ambulance. En daarna wordt er gekeken van welke handeling moet je gaan verrichten. Dus hoe werkt het reanimeren, hoe moet je de hartslag controleren, wat bij geen ademhaling, welke stappen moet je ondernemen. Om uiteindelijk natuurlijk tot de ambulance er is, die eerste cruciale minuten te overleven voor de patiënt eigenlijk. Ook nam ik zelf deel aan de reanimatiecursus om te kijken hoe lastig het is. Maar die slechter dan wat? Ik kan niet voorstellen wat. Maar die slechter dan wat? Slechter? Ja, nou, we zijn 5 minuten begonnen. 30. Oké, 2 beademingen. Stoppen altijd met 2 beademingen. Allemaal aanvallen. Oké, goed toch, stop maar. Nou, we moeten van, hè? Het is een prima uit. Oké, wat je zo, hè? Ja. En hoe kan men zich aansluiten bij de Oldstars? Is er een mogelijkheid? Is er een inschrijfprocedure? Ja, we hebben dus inmiddels zijn we bij 7 clubs actief. Allemaal in de regio van Breda. En willen ze zich aanmelden, dan moeten ze even naar nac.nl/oldstars. En dan kunnen zij zelf kiezen bij welke club ze willen aansluiten. Zijn er clubs die het interessant vinden voor hun eigen vereniging, dan kunnen ze zich ook melden bij ons. En dan kunnen we wellicht gaan starten bij een 8e club. Want we willen graag uitbreiden in de regio. Zo. Dat was me een dagje wel, of niet? Ja, je bent er stil van, ik snap het. Het is ook vermoeiend, ik ben ook kapot. Maar het was wel heel leerzaam, toch? Ja, nou ja. Weet je wat? Blijf jij lekker liggen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.